Met een rugzak van 60 kilo, 10 dagen lang door de woestijn stappen zonder bevoorrading of externe hulp. Een vakantie kan je dat bezwaarlijk noemen. Veeleer een avontuur of een expeditie. Louis-Philippe Lonke deed het eind vorig jaar in Death Valley in Noord-Amerika. En vandaag stapte hij het vliegtuig op naar Australië voor een gelijkaardige onderneming. De tocht gaat van west naar oost door de Simpson-woestijn, 280 kilometer lang. Wij zwaaiden hem uit. De Simpson-woestijn in Australië is geen onbekende plek voor Louis-Philippe. In 2008 trok hij van noord naar zuid door de woestijn. 800 kilometer zonder hulp of bevoorrading, een record. Nu zal hij van west naar oost trekken, zonder karretje. Minstens 280 kilometer over een duizendtal duinen. Ik ga ze niet tellen. Dan word ik het zo van. Ik denk dat rond de 50 kan ik niet meer tellen. Wat gebeurt er in een woestijn is dat de hersenen geven een focus op het overleven. Zelfs denken aan, ik weet niet, de geboortedatum van mijn vader. Je mag u daarna vragen, ik zal zeker niet antwoorden. Louis-Philippe doet elk jaar een tweetal extreme expedities. In december trok hij door Death Valley, de warmste en droogste plek van Noord-Amerika. Op zo'n tocht moet je met heel wat gevaren rekening houden. Heel veel kan misgaan in zo'n expeditie. Dus de gitten, het is nu winter, dus in de woestijn is het ook heel koud. Kamelen, wilde kamelen, zijn heel gevaarlijk. Uiteraard de dingo's, dat zijn die wilde honden. 4 van de giftigste slangen ter wereld, van de 10, zijn in de Simpson-woestijn. En dan uiteraard mezelf. Ik kan gewonden zijn, ik kan te veel duwen in de gitten. Dus als ik val, van bewusteloos val, niemand kan me helpen. Zijn satelliettelefoon gebruikt hij enkel om elke dag zijn locatie in te spreken op een voicemail. Zowel fysiek als psychisch tot het uiterste gaan is bijna een verslaving voor hem. Het is heel moeilijk te beschrijven, maar dat trekt me aan. En het is heel vreemd dat uiteraard de dag toen ik eindigde 8 jaar geleden, zei ik nooit meer. 3 dagen later, wanneer ga ik terug?